Ik ga vandaag het maximale level bereiken wat er te halen is in dit seizoen, dames en heren. Dat ga ik vandaag dus niet alleen doen, maar samen met jullie. Dus als je het nou leuk vindt, laat dan sowieso een duimpje achter op deze video. Een duimpje omhoog zou ik heel erg nice vinden. En wat ik nog meer nice zou vinden is als je iets gaat kopen in de Fortnite item shop. Als je dan even mijn supporter kredietcode CHESTO aan wil zetten met dubbel O. Vergeet die dubbel O sowieso niet, dames en heren. En dan gaan wij kijken dus of ik dus het maximale level dit potje kan bereiken. Het zou heel erg nice zijn. Voor mij heb ik ook die nieuwe DMR, die zit nu in de game. Volgens mij zit die nieuwe DMR, dames en heren. Kijk eens aan, dit is een Tactical DMR. Die zit nu ook in de game, oké. Heel erg nice, die gaan we gewoon even meenemen om te kijken of ik daar eventueel een kill mee kan nemen. Of mee kan pakken, zeg maar. Maar ik zou het ook verder heel erg appreciëren als je even abonneert op mijn kanaal natuurlijk. Dus heb je dat nog niet gedaan, doe dat sowieso eventjes. Dan nemen we die Big Pot even mee. En dan pakken we dit, want volgens mij is er niemand in de buurt geland. Dus dat is altijd wel even lekker om rustig te kunnen looten natuurlijk. Maar als eerst vraag ik ook even in de comments achter te laten welk level jullie zijn. Laat even weten welk level jij op dit moment bent in Fortnite. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga alle comments ook gewoon lezen. Dus drop dat sowieso even in de reactie. Dat is sowieso altijd leuk om te weten natuurlijk. Maar aan de ene kant, waarom is hier gewoon helemaal niemand gedropt, bro? Het is hier letterlijk normaal altijd een hot drop. Ik gooi deze ding eventjes op, want dan kan niemand anders hem meenemen. Maar nu is hier daadwerkelijk gewoon niemand gedropt. Dan heb ik nog even een betere shotgun vinden. Als ik die heb, dan heb ik eigenlijk gewoon prima loot. Ik weet ook niet of die DMR goed is, ja of nee. Ik weet niet wanneer deze video precies online komt. Maar het zou dus wel kunnen dat de DMR slecht of niet goed is. Maar daar gaan we zo meteen achter komen natuurlijk. Kijk eens aan, dit is al wat betere werk. Dan koop ik even 2 impulses nog zo. Dan heb ik er 6 in totaal. Dan heb ik eigenlijk best wel prima beginloot. Dan wil ik eigenlijk even kijken, er wordt geschoten, of ik deze tactical DMR even op de proef kan stellen, zeg maar. Kijk, er loopt daar iemand. Oh, hij schiet heel langzaam en oh my god. Je aim is ook heel... Oh my god, hij doet wel veel damage, bro. Alleen, mijn aim is heel raar. Ik weet niet wat dit is, wacht. Ik ga eerst even deze kerel pushen. Let's go, dat is kill nummer 1. Ik weet niet wat het precies is met dit wapen, maar ik voel hem tot nu toe nog niet helemaal. Er zitten hier ook mensen. Even kijken of we deze met mijn DMR kunnen killen, jongens. Ik weet namelijk niet wat het is, maar... Dit is het wapen net niet voor mij, denk ik, man. Dit wapentje... Dit wapentje is er denk ik net niet voor mij, jongens. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet of jullie deze DMR zelf al gebruikt hebben, maar... ik voel hem niet zo erg, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar dat is mijn mening, hè. Kijken of hier nog iemand aanwezig is. Want vaak vergeten mensen dit ook te looten. Dat kan. Ja, er zit iemand. Zie je wel. Ik dacht dat ik iemand hoorde. Hallo, maat. Jij bent nu dood. Dankjewel. Hij heeft geen betere shotgun. Oké. Het is nog niet helemaal geloot hier. Dat bedoelde ik. Ga ik die DMR meenemen? Tot nu toe wel. Ik ben level up, dus dat betekent dat ik nu bijna... Ik ben het max level. Ik heb het max level gehaald, jongens en meisjes. Wacht. Ik ga gewoon puur voor nu. Ga ik die gouden shotgun meenemen? Ik kan het doen, hè. Ik heb 1 key. Ik koop hem gewoon. Ik heb een gouden pump heb ik nu. Anders had ik een groene Maven. Ja, dit is wel even de goede loot, hoor. Moet ik alleen even kijken of daar ik nog een SMD erachter rok. Of deze, hoe heet dat? Ja, DMR. Ik weet het niet. Ik twijfel over die DMR, man. Ik wil hem meenemen omdat hij nieuw is. Maar aan de andere kant, het is niet echt een chill wapen, zeg maar. Maar blijf sowieso kijken tot het einde van deze video, dames en heren. Om dus te zien wat ik unlock op het maximale level. Want dat wil je echt niet missen. Maar eerst wil ik even proberen deze game natuurlijk te winnen. Dus even kijken of er in Bruto nog wat mensen zijn. Zou heel erg nice zijn. Dan loopt daar iemand. Ja, 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 dat dacht ik al. Want hij heeft me ook getagd op de map. Hallo, maatje. Oké dan. Die was mis. Let's go, dat is kill nummer 4. Kijk eens aan, deze guy had de vlag gecapt. Opeens was ik gewoon op de map te zien, zeg maar. Maar dat maakt niet uit, 4 kills in, dat is tot nu toe best wel prima. Kijk, hier staan altijd 3 van die barrels. Let's go, dan zijn we bijna gelijk weer 100-100, dus er is niks aan de hand. Chop deze nog even mee, dan laat ik die DMR ook lekker liggen, jongens. Ik ga toch de SMG rocken. Ik denk dat dat toch een betere setup is dan wat ik nu heb. Dan kan ik gelijk even een bounty kopen. Even mijn AR reload, dat ik gelijk die twin mac gewoon erin heb zitten. Kijk eens aan, kopen een bounty en... Die zit hier in de buurt. Oké. De bounty is aanwezig, jongens. Ik zie de voetstap in beeld. Kijk. Oh, god. Hij zit letterlijk ook echt heel dicht in de buurt hier zo. Bro. Je ziet de voetstap in beeld, hè, jongens. Dat is nog steeds zo chill dat Fortnite dat heeft toegevoegd. Maar. Als je denkt hier om het hoekje. En dat zat hij ook. Dankjewel. Kill nummer 5 hebben we ook binnen. Oeh, hij heeft wel een blauwe Maven. Maar ik denk dat ik voor nu nog even de gouden pump meeneem. Gewoon. Omdat het kan, neem ik gewoon even de gouden pump mee, jongens. Hier, de zip blijft iemand. Die komt hierin, denk ik. Ja. Zo, wat heb ik even nog geluk dat hij die sniper mist. En oh my god, hij heeft Midas drumgun. Dankjewel. Dankjewel dat je Midas drumgun gewoon even gratis naar mij toe kon brengen, bro. Dit is een lijpe loadout die ik heb. Ik moet eigenlijk alleen nog een betere AR hebben. Dan heb ik echt een zieke loadout, maat. Wat een guy. Hij kon wel gewoon pushen en ja, het is dat hij misschoot. Maar ik had ook heel makkelijk daar dood kunnen gaan. Ik moet alleen even, zoals ik al zei, ja, even kijken of ik daar scrubs kan vinden. En dan nog een betere AR. Dan ben ik gewoon gesetteld. Ik hoop daar links iemand kijkt. Is ook zo'n Star Wars zwart. Oh my god. Oké, en die bots weten nu ook dat ik hier zit. Dit is niet echt ideaal eigenlijk, hè jongens. Dit is niet hoe ik het voor ogen had. Hij zit hier ergens. Oh mijn god, ik word gepusht. Die NPC's zijn zo vervelend. Wacht even. Als zij die even die andere guy kunnen hitten.
zou ik dat ook wel even op prijs stellen in plaats van alleen mij. Die guy heeft een turret neergegooid, daar zit hij. Misschien natuurlijk alles weer mis. Of nou ja, kijk. Hij is cracked. Oké, nu moet ik even... Ja, dit moet ik pushen. Ik heb 4 impuls, let's go. Dit gewoon weer te pushen, hij is letterlijk 1 AP. Hij is gekillt door die bots, oké. Deze guy... letterlijk gekillt door deze NPC. Nou, dat kan... dat kan ik me ook voorstellen hoor, let's go. Kijk eens aan, nu hebben we de gouden AR. Oké, laat even die drumgun liggen, dan moeten we beter even dit ding invullen, want dan weet ik waar de cirkel eindigt. Kijk eens aan, dit is ideaal. Dan nemen we die drumgun mee, dan hebben we de allereerste slur binnen. Top jongens, 6 kills hebben we ook al in de pocket. Allee, laat me move naar Loot Island jongens. Ik heb al 1 slur binnen, maar Loot Island is ook, kijk eens aan, 350 meter gespand, dus dat is wel even lekker. Kunnen we gewoon allebei de slurpjes pakken en dan vind ik het helemaal mooi. Ook al zijn de slurpjes natuurlijk veranderd, heb ik in de video van afgelopen week gezegd, ik neem het nog steeds mee. Ook al krijg je er maar 1, maar hey. Kun je daar ook wel even die shotgun kopen trouwens? Je hebt hier natuurlijk ook die Maven, hè? Oei, nu begin ik wel even te twijfelen. Zou ik die even snel kopen? Ik kan het doen, ik ga het gewoon doen. Ik koop gewoon even deze lekkere Maven. Oh my god, ik laat mijn gouden pumpje liggen, hè. Op naar het eiland, jongens. Ik moet nu het eiland wel op, hoor. Nou, snel die vlag capsen voordat iemand mij komt pushen. Dan heb ik gewoon allebei de slurps. Dan kan ik eigenlijk straks ook nog zelfs die Midas drumgun wegdoen, hè, jongens. Besef dat ik straks nog ook, als ik een bunker vind of iets, skip ik gewoon die Midas drumgun. Ik zweer het je. Nee, er komt ook iemand omhoog. Shit. Geef me die shit. Geef me die loot. Nou, kijk, hij zit hier. Bro, dit is echt ultieme timing. Zo, hij hitte mij ook nog redelijk hard. Oh, hij heeft een gouden Maven. Oké, nee. Ik neem sowieso mijn heist mee hoor, daar niet van. Maar ik moet wel even kijken of ik weer kan healen. Ik moet namelijk even wat healing hebben. Kijken of ik hier nog iets van bunkers kan vinden. Want die bunkers zijn wel echt ideaal in zero build. Dus alsjeblieft Fortnite, als jullie aardig zijn, geven jullie me even bunkers. Dit is ook allemaal weer gratis XP of course. Ik heb helemaal geen bunkers gekregen. Oké, dan dankjewel Fortnite. Hey, top dat jullie me even gunnen man, dankjewel. Ik mag eigenlijk met de loot die ik heb niet klagen. Jongens, laten we eerlijk zijn. Als ik nu nog aan het klagen ben, zou dat eigenlijk wel heel erg zijn. Maar het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Kom maar pushen. Ja, het gaat gebeuren jongens. We hebben weer een klein beetje actie in de tent. Hij glijdt op het dak denk ik. Wacht, ja. Oh, daar zit hij. Hallo maat. Holy shit, hoeveel damage deed jij op mij? Deze guy deed met een silence pistol. Wel een gouden, nog aardig wat damage ook. En hij heeft die gouden DMR. Nice man. Alright, let's go. Ik pak die rift jongens, we moeten weg. Laten we even kijken of we nog wat kills op kunnen pakken. Er zijn nog 7 mensen over. We hebben al 8 kills binnen. Ik denk dat waar ik het heb gemarkeerd het handigste is om te zitten. Kijk maar. Dit zit echt perfect. Er loopt ook iemand onder. Ja. Onder die boom. Kijk. Hij gaat naar die waterval toe. Oh, ik moet hem eigenlijk proberen te killen. Hij loopt daar letterlijk naast die waterval. Oké. Hij hoort mij nu aankomen. Hij zwemt. Dit was de meest gratis kill ooit. Oké, dankjewel. Voor mij kan ik hier maar vanaf één manier gepusht worden. En wordt er in de verte gefight. Oh my god, maat. Ik weet niet precies wat ik hier moet doen, hoor. Oh, daar. Die is crack, maat. Holy shit. Ik hoor iemand lopen volgens mij. Er zit hier iemand onder mij. Er zitten hier meerdere mensen. Er zijn nog 5 mensen in deze cirkel over. Hoe dan? Zit hier iemand onder? Maar waar? Oh my god. Hé, hey, er zit iemand met een kroon hier. Zag je dat? Ja. Die kroon heeft hem geëxposed, jongens. Die moet ik even hebben. Ik wil die kroon van jou wel eventjes hebben. Waar zit hij? Ik hoorde hem net lopen. Hij zit hier binnen. Hij zit hier. 100%. Ja, zie je wel. Hij heeft Star Wars zwaard. Daar is hij. Dankjewel. Kroon. MK7. Gooi die impuls. Mijn impuls gooide niet, maat. Oh my god. Pop die slurp. Ik ga sowieso gepusht worden. Hij zit hier. Nee. Nee! Hij wordt ook nog gekillt, are you kidding me? Oh mijn god, dit had ik zo makkelijk kunnen winnen. Nee. Daar zitten we in het menu, schrijven jongens en meisjes. Je kan het misschien links in beeld zien. Ik heb 30 sterren hier zo nog openstaan. En als ik dus naar de Battle Pass pagina toe ga, naar de bonus rewards toe ga, kan ik dus de laatste skin unlocken van alle bonus rewards. En heb ik dus dit seizoen weer het maximale level gehaald. Want zullen jullie zien, je kan het hier zien, ben ik zelfs level 201. Dus, ik ga naar de bonus rewards, ik ga de laatste skin unlocken. En dan hebben we deze Battle Pass ook gewoon weer 100% uitgespeeld. Kijk eens aan, we hebben de meest vette skin van de Battle Pass bonus rewards geunlocked. Ik claim hem. Let's go dames en heren. Kijk eens aan, wat is dit lekker zeg. Holy shit.